Wij voeren actie om één statuut tussen arbeiders en bedienden te hebben voor weg met de verschillen. Bijvoorbeeld, zoals op ons bord staat, over de proeftijd, over de vakantie. Zo proberen wij nu een duidelijk signaal te geven dat dat erdoor komt. Willen wij één statuut? Ja! Belangrijk is denk ik dat het één geheel is. Het gaat niet enkel en alleen over de Karensdag of over de opzichttermijn. Het gaat over en het afschaffen van de Karensdag en hem niet veralgemenen zoals de werkgevers nu willen. Het gaat over goede, redelijke en beschermende opzichtingstermijnen. Een goede opzichttermijn of een garantie tegen ontslag is de beste bescherming wat werkzekerheid betreft. Het gaat over een eengemaakte regeling wat een gewaarborgd maandloon betreft. Het gaat over gelijkschakeling wat de regels betreft in zaken vakantiegeld en vakantieuitbetaling. Daar zijn de verschillen tussen arbeiders en bedienden die kunnen, mogen en moeten worden weggewerkt. En we hebben er allemaal voorstellen rond gedaan die haalbaar zijn, die realistisch zijn. Ook voor de non-profit is dat heel belangrijk, want men denkt misschien wel, daar is al een en ander geregeld. En dat klopt eigenlijk voor een deel. We hebben bijvoorbeeld de Karensdag, dat is de eerste dag ziekte waarvoor je geen loon kreeg of krijgt als arbeider. We hebben die al afgeschaft in 1998, dat is 15 jaar geleden, omdat wij vonden dat is een middeleeuwse straf voor iemand zijn loon af te pakken omdat je ziek bent, dat is niet van deze tijd. Maar wij willen dus nu ook helemaal niet dat dat terug wordt ingevoerd. Wat dat ook heel belangrijk is, is hetgeen dat wij als bedienden bekomen hebben met de jaren in ons statuut, dat dat niet afgebouwd wordt. Dat het statuut van de arbeiders omhoog getrokken wordt naar ons niveau en niet omgekeerd. En daarom sta ik hier nu. Het is genoeg, het is gedaan, we laten ons niet doen. De doorbraak moet dus dringend komen.